Yo YouTube, vandaag gaan we mijn voorvork laten rappen. Rappen. Zoals ik al in mijn eerste video had gezegd, wilde ik wat dingen zwart hebben. Ik wil deze voorkanten zwart hebben. De achterkant waar de footpacks op zitten, die heb ik al zwart gespoten. Die heb ik helemaal zelf zwart gemaakt. Ik zal daar straks even een overviewtje van maken als alles klaar is. Dus daar zijn we nu op weg naartoe. Ik had een mooi adresje gevonden. MR Car Design. Dus daar gaan we nu even naartoe. Kijk wat ze kunnen doen. Het is nog best goed weer. Ze zouden eigenlijk heel de week regen houden. Gelukkig vandaag niet. Het is wel heel het weekend carnaval hier. Dus je zult wel wat mensen voorbij zien komen, raar zien kijken misschien wel. Raar eruit zien. Dus dat, ik ben benieuwd hoe het er straks uitziet. Ik heb nog even zitten twijfelen over de kleur. Zwart, goud. Goud is eigenlijk de standaard, goud of zilver. Ze zijn het goud en het zwart geleverd. Maar ik wil hem liefst zo blackout met een paar gouden details. Dus mijn velgen zijn goud, mijn footpacks zijn goud. Boutjes hier op mijn op het tank zijn goud. Kijk, hier is alles al afgezet. Kunnen we straks nog wel wat wagens zien. Ik weet niet waar die opgesteld worden. Hier rijdt de opdracht in ieder geval straks langs. Dus ik weet niet of ik straks terug kan komen. Oh, kijk. De optocht hier is altijd op zaterdag. Ik ga er vanmiddag zelf ook in en dan gaan we door tot de late uurtjes. Kijk, hier worden alle wagens alvast klaargezet voor straks. Waarschijnlijk moeten er nog wat dingetjes opgebouwd worden, in elkaar gezet worden. Laatste dingen in elkaar geschroefd worden. Als je dus hier het station uitkomt, dan is dit het eerste wat je ziet vandaag. Oh god. Het is ook allemaal live te zien. Op televisie. Waarschijnlijk als ik dit online zet, is het al klaar. Ja joh. Heb gewoon door. Ik wilde hier eigenlijk in, maar dat gaat hem niet worden. Hier zijn ze ook allemaal aan het ontbouwen. Het is eigenlijk de eerste keer dat ik dit zie hier. Het gaat nog wel best wel lastig worden om dit mooi te rappen trouwens, zonder dat ik mijn voorvork eraf haal. Ik moet helemaal eronder omheen. Het is niet zo heel veel plek, dus ik hoop dat het kan. Ik hoop dat het gaat lukken. Misschien dat we het spatbord er wel even afhalen.
mensen ontwaken van de eerste carnavals. Dat is een nieuwe TT, denk ik. Ja. Wegdek. Nog een leuk dingetje trouwens, ik heb meegedaan aan een contestje van iemand op Instagram, motor drawings, bike drawings. Ik weet niet precies meer, maar ik zal in ieder geval eventjes de Instagram in de description zetten. Wat hij doet is, hij maakt tekeningen met Photoshop op cartoon basis. Echt tekenachtig tekent hij je motor. Dat zag er echt al heel vet uit. Hij heeft er nu 2 of 3 gedaan. En hij had een giveaway bij 100 volgers. Nou ja, dan doen er nog niet veel meer mensen mee. Dus ik had mazzel en ik won. Dus hij vroeg me om wat foto's te sturen. Ik heb hem gezegd, ik stuur je zaterdag wat foto's als mijn voorpoten ook klaar zijn. Dan is hij in ieder geval af zoals ik zou willen. En dan weet ik niet precies of ik deze spiegels wil houden, maar ze blijven in ieder geval wel op die plek zitten vanaf nu. Die bar ends waren echt druk. Dus ik ben benieuwd wat hij ervan gaat maken. We gaan het wel zien. Maar we zijn er. Ik zie jullie straks als het klaar is. Zo, YouTube, we zijn weer terug. Zoals je ziet, mijn voorvolkjes zijn netjes helemaal zwart gemaakt. Super blij mee. En voor een super mooi prijsje, dus ik ben helemaal tevreden. Nu snel terug naar huis. Ik trek zo meteen wel even een fotootje thuis. Zodat die gast aan de gang kan. Met de tekening. Ik ben echt super benieuwd naar hoe dat eruit gaat zien. Volgens mij wordt het echt een mooi ding.
Nou, bedankt voor het kijken, YouTube. Ik ben super blij met de rap. Like, sub en comment even als jullie nog meer van mij willen zien. Ik heb nog wel een paar leuke dingetjes. En we gaan sowieso een paar mooie ritten maken van komend voorjaar en van de zomer. Dus bedankt voor het kijken. Ik zie jullie de volgende keer. Ciao.